Oké, jongens, we hebben weer een RTB Weekly Workout video voor jullie in petto. Dit zal onze laatste video zijn voor de komende periode waarin we een mat kon doen die je makkelijk buiten met weinig materiaal kan uitvoeren. En vanaf volgende week, als de gyms weer allemaal open gaan, zullen we video's opnemen die wat meer gefocust zijn op krachttraining, omdat iedereen natuurlijk dan weer in de sportschool ook kan trainen. Vandaag gaan we aan de slag met een 9 minuut AMRAP, bestaande uit 4 alternering 9 push-ups en vervolgens 36 squats. Tijdens deze 4 alternering 9 push-ups moet je goed op de stappen blijven letten, dus we gaan even uitgebreid die movement doornemen. Het bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. De eerste is de push-up, de tweede is de row en de derde is de cluster. Omdat we met min mogelijk materiaal gaan werken, doen we alternering one-handed daarvan, zodat je maar 1 dumbbell nodig hebt. Voor mannen 22,5, voor vrouwen 15 kilo. Je begint zo meteen met 1 hand op de dumbbell, je voeten naar achter, je andere hand op de grond. De eerste stap van je man-made push-up is met het werken push-up. Vervolgens de row, waarmee je met de dumbbell je borst aantikt. De derde stap moet je voeten naast de dumbbell zijn om omhoog te komen in een cluster. Vervolgens zet je de dumbbell weer neer. Dit was dus 1 herhaling. En voor de tweede herhaling wissel je dan van hand. Dus nu je linkerhand erop. Push-up. Row. Voeten naast de dumbbell. Komt weer omhoog. En de cluster. Hiervan doe je iedere keer 4 reps. Vervolg door 36 air squats. Waarbij we natuurlijk willen knieën naar buiten. Je heupen loopt parallel. En weer volledig strekken in heupen en knieën. 9 minuten lang, zoveel mogelijk rondjes. Laat ons weten als je hulp nodig hierbij hebt voor warming up of cooling down bijvoorbeeld. En onthoud, represent the bull.